Nou, ik heb op Wikipedia gezocht, door te moest aanspreken, oogijdel wel. Nou, zo weet ik wel, ik ga raadpleer van de land. Ik zit hier. Nou, als je die twee gegeven heen neemt, dan moet je vervolgens wel zeggen, nou, we willen het niet twee keer ontbranden. Dus als je ontbrandt en het wordt leegstand, een hergraad, dan is die schaarse politiecapaciteit, die gaan we echt niet meer inzetten. Dan kom je onderaan de lijst te staan. Ik zie dat mensen gapen daar, ik probeer het een beetje interessant te houden. Graag de heer Van der Laan. Misschien herkent u deze woorden. U heeft ze meer dan een jaar geleden uitgesproken in de landelijke TV-uitzendingen met Clary Polak. Ik weet dat het heel lang geleden is, maar ik hoop dat onder de duizenden mensen die het toen zagen en de duizenden mensen die het sindsdien op YouTube hebben gezien, wel de mensen zijn die het zich nog kunnen herinneren. Bovendien gaan veel mensen er zonder na te denken vanuit dat een vooraanstaande politicus, als u zijn woord recht zal doen. Nu wel. Iets roepen op televisie verplicht u tot niets. Sterker nog, we hebben kunnen zien dat u wel vaak gebruik maakt van de PR-strategie. De vraag is voor u kennelijk niet of uw beleid rechtvaardig of goed uitgevoerd wordt, maar of u daarmee wegkomt. Op 1 oktober jongstleden heeft de vreedzame demonstranten getrakteerd op een politieaanval, omdat ze hun afspraken met de politie precies nakwamen. Kort daarna gaf u de vrije keuze tussen een bus naar de Stopera en de gevangenis. Wat een verbazingwekkend genoeg toeleidde dat u de kampioen van het vrije woord werd genoemd. Indrukwekkend, echt. Nu wil ik het over iets anders hebben, namelijk de bedreigde ontruiming van 5 gekraakte panden in Amsterdam, waaronder ook het pand gelegen te Jan Hansestraat 84. In de afgelopen 5 jaar hebben bewoners, inclusief huurders, een ellende meegemaakt dankzij de praktijken van Rochdale en haar speculatieve vrienden. Ze moesten het pand verlaten en het heeft daarna alleen staan verkrotten, dichtgetimmerd. Vorig jaar heeft u uw schaarse politiecapaciteit ingezet onder het voorwendsel dat Rochdale House spoedig zou verkopen. Nog 1 minuut. Al dus haar advocaat destijds, Rochdale heeft het recht vrij over haar eigendommen te beschinnen en daar het gebruik van te maken dat haar goed dunkt. Wat haar goed dunkt is duidelijk, aangezien de staat van haar panden en haar welbekende praktijken waarvan u al te goed op de hoogte bent. Maar waar u toch zonder twijfel binnen geringe tijd met plechtige verontwaardiging veroordeeld tegen zult getuigen. Dankzij een sloopploeg, ingehuurd door Rochdale, is het huis nog steeds onbewoonbaar voor anti-kraak en niet te verkopen. Rochdale heeft nog plannen, nog vergunningen, nog geld. Toch dreigen jullie ons gezellige huisje wederom te ontruimen. Nou ja, ik maak het even kort. U past deze wet selectief toe. Ik heb het over de wet kraken en leegstond. Wanneer het samenvalt met uw belangen of andere private belangen. Hieruit maakt me dus op dat het niets te maken heeft met handhaving van de nationale wetgeving. In kort, geachte heer Van der Laan, waarom? Echt, waarom? Bedreigt u de Jan Hansestraat 84 met ontruiming? Dat u afkomt? Nou, ik heb wel een beetje afgekort, maar 3 minuten tijd is. Als u bedoel, maar mag ik wel te zin hebben afmaken na 3 minuten. Ja. Zijn er leden van de commissie die een vraag willen stellen aan de heer Richard? Niemand? Ik vind toch omdat daar voor dat spreekt wie de commissie toe, maar ik heb ze wel heel erg direct gericht op de burgemeester. Dus ik vind dat ik wel even de kans moet geven om daar enigszins op te reageren. Het is niet de bedoeling dat hier een debat gaat ontstaan, maar een korte reactie vind ik graag. Dat vind ik ontzettend elegant van u, meneer de voorzitter, maar ik denk dat ik bij de geachte vorige inspreker had ik waarschijnlijk een uur nodig om hem materieel goed te kunnen betwisten. Bij de hoge edelgeboren inspreker die thans het woord heeft gevoerd, zou het denk ik ongeveer een maand nodig geven. Dus ik kan beter daarvan afzien. Ik raad ook u aan, als u vindt dat er feiten zijn waardoor u buiten de ronde zou moeten vallen, omdat en een advocaat aan de orde stellen bij de rechter, die neutraal tussen u en de staat en mij hier staat. Meneer, u heeft niet het woord. Meneer, u heeft niet het woord en dat krijgt u zo niet. Meneer, u zou nog uw hartelijk dank voor iets. Heeft een vraag aan mij? Meneer, als u niet ophoudt, dan naar de zaal verleiden. U heeft niet het woord, dank u wel. Geen vraag gesteld. Of er vragen waren naar de commissie. Ik kan het nog een keer doen. Is er iemand die nog vragen wil stellen aan de heer Richard? Nee, ik was heel duidelijk. Oh, er staat een URL daaronder. En er komt verder informatie. En als ik toch wil reageren op de brief, kan dat via. Prima. Ja, de brief is uitgedeeld. Hartelijk dank.
als u de microfoon uit wil drukken. Ja, dank u wel. Dank u wel.